Odette Miranda, voorzitter van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname, de organisator van Suripop, kreeg gisteren de symbolische overhandiging van de Suripop-trofee uit handen van Mourinho Pansa, directeur van de Pansa Group of Companies. Pansa geeft aan het bijzonder te vinden om weer mee te doen aan een stukje kunst van Suriname. Het feit dat Suripop een van de evenementen is die altijd georganiseerd is door en voor Surinamers, blijft de directeur bijzonder vinden. Dit is een manier om onze waardering uit te spreken, althans kenbaar te maken naar de samenleving, naar de muziekliefhebbers. Het is allemaal door Surinamers, voor Surinamers en altijd. We moeten zelf proberen om waarde toe te voegen aan onze eigen producten. In het bijzonder onze boerenzorg, onze talenten, onze grondstoffen op deze manier. Het is door Surinamers geproduceerd, gefabriceerd in Suriname. En dat is voor mij een testament. Miranda geeft aan dat de organisatie bijzonder vereerd is dat de Pansa Group of Companies de organisatie heeft gegarandeerd op zijn blijvende ondersteuning voor de vervaardiging van de Suripop-trofee. Het is heel erg bijzonder, zeker in deze tijd van de Pansa, dat we dat kunnen aanvullen. Het is een moeilijke tijd in Suriname. We weten wat het is. Wat we moeten vragen aan producenten die in Suriname zijn. Maar we moeten zeggen dat meneer Pansa een bijzondere prestatie levert, want hij kwam binnen, dat was de showgenre van trofee. Maar de jaren na is hij zelf overtroffen door die gouden trofee tijdens de Golden Edition te maken. Dat was een hoogtepunt waar ik per dag van mijn naam heel erg kippenvel van krijg als ik erover praat. De trofee wordt zaterdag aanstaande officieel overhandigd aan het winnende nummer van Suripop 22 in de Anthony Nesty Sporthal.